niet voor iedereen weggelegd. Dat is pure direct sales. Euphony is een direct sales bedrijf. En daar hebben ze andere boekjes voor. Maar de verkooptypes slagen binnen Euphony. Dan heb je nog van die andere bedrijven waar je van die kortingskaarten krijgt. Of reizen. Krijg je kortingen op reizen, alleen die reizen zijn weer duurder. Het is allemaal al een keer geprobeerd. Daarbij zitten die bedrijven allemaal nog in fase 1. Oftewel, ze zijn alleen maar aan het werven. En er is nog helemaal niks. En wij hebben producten die echt waanzinnig zijn. Want, heel simpel, 85% van alle vrouwen, die maakt zich op. Waar of niet waar? Ik heb het ook niet van mezelf hoor. Er is ook nog een groep mannen, maar ik weet niet hoeveel percentage dat is. Bijna iedereen maakt schoon. Er voelt zich nu eentje aangesproken. Bijna iedereen maakt schoon. 99%. De 1% zien we op televisie. Heb je ook nodig? Humor. Wij hebben parfum en persoonlijke verzorging. Bijna iedereen gebruikt dat. En als die bouwvakker het niet gebruikt, helpen we hem wel even herinneren. Toch hier? Bijna. Voor jou met een scrub. Bijna iedereen was zijn haar. Voor jou. Waar? En wij zijn nogmaals het enige bedrijf wat vol zit met cadeauartikelen. Dat heeft niet één bedrijf. Ik weet niet hoe vaak je een vakantie weggeeft. Of een kaartje met een klompje goud. Come on. Dit zijn producten die gebruiken we dagelijks. En uniek, en dat heeft te maken met dat ons bedrijf de oorsprong vindt in Polen. De meeste netwerkmarketingbedrijven hebben een oorsprong uit West-Europa, eigenlijk Amerika. Hè? En wat zijn de prijzen in Amerika? Ja, en daarom zie je dat al die Amerikaanse netwerkmarketingbedrijven, prima bedrijven, maar dan zijn die producten zo duur. Ik ben ooit gestart toen ze me erin praten met Aloe Vera. Hartstikke leuk bedrijf. En daar hadden we vitamine C. Die was gekoppeld aan haver. Goed spul. Waarom? Omdat als namelijk je te veel vitamine C inneemt, zeg maar, tot je krijgt, dan valt dat zo door je lichaam. Dan plas je dat weer uit, zeggen ze. Dus wat hadden ze nou gedaan? Dan hadden ze gekoppeld aan haver. Waarom? Dan valt het niet door je lichaam, dan gaat het zo door je lichaam. En dat was ik als vent aan het uitleggen. Come on. Ik zit er nog mee. Ja. Ik moet zeggen, die kaktussap, ik drink het nog steeds. Hartstikke goed spul. Maar ik doe er niks mee verder, want dat is gewoon verkopen. Daarbij moesten we een hele hoge omzet per maand doen om gekwalificeerd te zijn, om uitbetaald te krijgen. Hebben we allemaal geen last van. Maar onze producten zijn substantieel goedkoper dan in de winkel. En het komt omdat onze roots in Polen ligt. Yes! We hebben een waanzinnige goede kwaliteit aan producten. Het is tastbaar. We hebben een zeer lage prijsstelling. Dat is in netwerk marketing gewoon uniek. We hebben een stabiel bedrijf. Even realiseren. Ons bedrijf bestaat al 6 jaar. Heeft die groei al meegemaakt? We weten wat we moeten doen. Ik zou niet graag in een bedrijf zitten die nu in fase 1 zit. Want heel simpel, 70% van alle bedrijven die falen in de eerste 3 jaar. Dus dan zeg ik, joh, weet je wat, goed idee, kom over 3 jaar nog eens een keer. Kijk eerst of u nog bestaat. Wij werken met een beproefd systeem van Don Feiler. Ik denk, uniek.
FM heeft gezegd, Bartek heeft gezegd, wat hierin staat, zo wil ik het hebben. Dit is heel zuiver netwerkmarketing. Netwerkmarketing op zijn best. Dit is hoe het bedoeld is. Dus ik wil het beste bedrijf gekoppeld aan het beste boek. 6 miljoen exemplaren, 40 jaar ervaring. 4 bedrijven de absolute top bereikt. En hij zat in gezondheidsproducten. Dus bij 15% is geïnteresseerd in gezondheidsproducten. Hè. Die zijn ziek, chronisch ziek of is geïnteresseerd. En maar 8% van de bevolking doet ook wat met gezondheidsproducten. Wij zitten in de markt, we kunnen iedereen bedienen. Perfect! Het gaat op. We hebben de volgende maand of die maand erop weer nodig. We kunnen het huis er lekker mee schoonmaken. Daarbij is dat Duitsland behoort dadelijk echt tot de Benelux landen. Bartek is daar de baas, zeg maar. En wat we dus gaan doen, is dit verhaal exact hetzelfde uitrollen in Duitsland. Niet in al die andere 50 landen. Wij gaan eerst lekker een eigen dingetje doen. Oftewel, de lancering, die is nu, vindt die ook plaats in België. As we speak. Natuurlijk veel minder gezellig. En in de komende maanden, van de week wordt ook de Duitse versie van de film gemaakt. Dit boekje is in 27 talen verschenen. 27 talen. Je kan ermee over heel de wereld werken. Maar wij beginnen in de Benelux en Duitsland. Dadelijk in een markt van ongeveer zo'n 110, 120 miljoen prospects. In één systeem, met één boekje, één trainingsprogramma, één hoofdkantoor. Dus mochten de mensen nog vragen, van, joh, ben je geïnteresseerd om naar ons toe te komen? Ik zou erover denken om naar ons toe te komen. Terug. Wat belangrijk is, vind uit wat